die in het traject hier naartoe heel veel begeleiding en professionaliteit heeft geboden om zo'n vrijwilligersorganisatie ook letterlijk en figuurlijk handen en voeten te geven, ook een fundering te bieden. En ook onze eigen mensen die in de wijk voortdurend actief zijn, Evelien van Rijswijk, Margot Abba, wil ik niet vergeten. Ik wil inderdaad Sylvia Schuiten niet vergeten. We zijn hier. Ja, zeker. Voor de gemeente is het van heel groot belang, maar voor de Goosse Maat, voor het Nieuwsterkwartier eromheen, nog veel belangrijker. Voor de gemeente is het van belang omdat we daarmee inhoud geven aan het mensen zelf hun verantwoordelijkheid, die zichzelf hun verantwoordelijkheid nemen, ook kunnen laten nemen. Voor de wijk zelf hieromheen is het van belang omdat dit gebouw van de Hagedoornschool daardoor in gebruik blijft voor een heel palet van gebruikers. Ook beschikbaar blijft voor de wijk als ontmoetingsplek. En het wordt gedraaid door mensen uit de wijk zelf. Het gerund door de mensen uit de wijk zelf. Dus het is geweldig voor het zelfbewustzijn van de Goosse Maat. En daar zijn we op uit. Denkt u dat het gaat lukken? Ja, dat gaat zeker lukken, want niet alleen wordt het bewonersinitiatief, dus van de mensen uit de wijk zelf, wordt heel professioneel ondersteund door de Stichting Eures. Dat is een bedrijf dat zich richt op juist het ondersteunen van vrijwilligers. Maar ook de gebruikers in dit gebouw, de sociale wijkteam, Avedan, het RIBW, er zijn gezondheidsdiensten hier. Maar ook bijvoorbeeld de tweedans kledingzaak van het Leger des Heils, van majoor Boshart. Men helpt elkaar hier om dit gebouw draaiende te houden. En dat is nou juist de kracht van dit initiatief, de motor die we erachter willen hebben. En, het COP-verdrag hebben we getekend. Dus we hebben het overgenomen van de gemeente. We hebben het nu gekocht, zeg maar. Ja. Dus nu is het van ons. Zeker, die koopsom is niet geheim. Die koopsom is sterkst gewoon openbaar bedrag. Dit gebouw is met het perceel eromheen voor €325.000 verkocht aan de stichting. Die financiering is geregeld door Triodos Bank, een bank voor de goede doelen. En de Koninklijke Heidemei heeft daar ook een belangrijk deel in voor zijn rekening genomen. Dus er zijn veel instanties betrokken om dit niet alleen op de inhoud, maar ook financieel te laten slagen. Ik heb hier altijd, mijn kleinzoon die staat hier op school en ik heb hier altijd voorgelezen en met de overblijf. En toen hoorden we dat de school moest van gesloten omdat er te weinig leerlingen waren. En toen heb ik bij mezelf gedacht van, we moeten wat met dit gebouw gaan doen voordat het verloedert of wat dan ook, of voordat ze het afbreken. En in overleg met andere vrijwilligers heb ik echt ervoor gevochten dat we het gebouw zouden krijgen van de gemeente. Of in ieder geval huren, zeg maar. En om toch echt voor de bewoners allemaal wat te betekenen en noem maar op. Ja, dat ze hier kunnen komen koffie drinken en gewoon gezellig binnenwandelen. Ja.